Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Geweldig, we zijn hier vanmiddag bij de watertoren in Baarn. Wij zijn heel blij met jullie als nieuwe eigenaren. Eigenaren waarvan wij absoluut vertrouwen hebben dat jullie op een hartstikke goede manier met het Rijksmonument om zullen gaan. Wat voor ons natuurlijk altijd een grote zorg is. Niet alleen op een goede manier, maar ook heel veel plezier gaan beleven aan zo'n plek. Een hele bijzondere plek. Later als jullie groot zijn, heel veel over vertellen aan jullie kinderen weer. Natuurlijk gaan we nu zeg maar, een sleutel overhandigen, maar wij dachten aan een iets symbolische sleutel. Dus wij hebben deze geweldige fles puur leidingwater. Echt water uit deze watertoren hebben we voor jullie als symbolische sleutel. Die kunnen we natuurlijk ook kapot gooien tegen de watertoren. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dat doen we niet. Nee. Hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel. Jij ook als gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben zo vrij om even de sleutel aan de nieuwe generatie te geven. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Okay. Ik doe het hek voor jullie open en ik geef jullie de echte sleutel. Doe ik deze sleutel? Kijk. Kijk, ja. Doordenken. Nou, wil je me voor? Ja, dat is een goed idee. Nou, dankjewel. Kijk eens. Dan loop ik nu. Veel plezier. Geniet ervan. Wederom. En hartstikke nu goed. Echt weer binnen. Ja. Hartstikke goed. Nou, de deur even openmaken. Hier laten we ons eerst naar binnen. Juist eerst, schat. Stil wel. Ja, precies. Nou, kom je wel achter me aan. Kom bij Joost. Nou, ik ga dan even stiekem mee. Ja. Laatste keer kan nog. Meneer Arnoud Boom, directeur van Boei. Wat is Boei eigenlijk? Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met het geven van een nieuwe toekomst aan oude monumenten, vooral fabrieken, maar ook boerderijen en sinds kort ook kerken. U heeft net de sleutel overhandigd. Ja. Waarom hebben deze mensen het gewonnen? Waren er nog meer inzenders? Ja, er waren zeker meer inzenders. Er is altijd heel veel belangstelling voor het wonen in watertorens. Dat heeft iets magisch. Maar we hebben zeer natuurlijk gekeken naar de kwaliteit van het plan. Want we geven toch een heel bijzonder stukje erfgoed zeg maar, over. Dat geven we door. Ja, en uit allerlei zaken kwam die Brouwer gewoon als best uit de bus. Ja. Ik zie lang niet alle gebouwen heel intensief zelf. Ik moet inderdaad zeggen van, potverdorie, je had dit dan moeten verkopen. Maar ja, inderdaad, we hebben het gedaan. Nee, maar we geven het met een gerust hart over. Ja. I won't let you leave my love behind. I won't let you leave. Erwin Brouwer en Nancy Brouwer, jullie hebben een hele avontuurlijke aankoop gedaan. Nogal, ja. Ja, de watertoren. Ja, heel goed. Klopt. Van harte gefeliciteerd ermee. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Een klein jaar geleden zagen wij een heel klein stukje in de krant staan, de Goor Neemlander, waarin stond dat de watertoren te koop zou komen. Eigenlijk zeiden wij toen tegen elkaar, het zou toch leuk zijn voordat die verkocht is, als wij een keer op het dak zouden kunnen staan, want ja, dat moet toch geweldig zijn. En daar stopte het eigenlijk op dat moment. En vervolgens waren we een aantal weken verder. Nancy had nog een papiertje in de tas om ons even te helpen herinneren, dat hebben we altijd, alle ideeën. En dat vonden wij toevallig weer toen we uit eten waren. En toen zei hij, we moeten er toch iets mee doen. En toen hebben we uiteindelijk een stukje ingeschreven. Want ja, we wilden wel een keer op het dak staan. En toen we eenmaal ons verhaal gingen inleveren, toen ging het echt leven. En halverwege zeiden we, ja, eigenlijk moeten we het maar eens gewoon doen. En ja, zo is het gekomen. Nou, fantastisch. Maar hadden jullie al altijd al belangstelling voor watertorens? Nee, zeker niet voor watertorens in het bijzonder. Nee, wel voor oude gebouwen die behouden blijven, op welke manier dan ook. Dus wij hadden wel steeds de gedachte, ja, het moet niet verloren gaan voor Baren. De toren moet wel gewoon in stand blijven zoals die is, zoveel mogelijk. Ja, en dan als je
vind dat dat zou kunnen, dan moet je ook heel serieus daarin zijn. Dus ja, we werden van Lieverlee steeds nieuwsgieriger en ze gingen ook steeds verder. En hebben inderdaad uiteindelijk gewoon ingeschreven. En op laatst verliefd erop. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, het ging steeds meer leven, dus serieus waar. Ja. En eerlijk is eerlijk, we zijn ook eens voorbij de toren gereden. En hebben het altijd geweldig pand gevonden. Ja. Maar ja, dat je er ooit zou kunnen gaan wonen, dat hadden we niet bedacht. Nee. En iedereen is natuurlijk heel nieuwsgierig wat jullie ermee gaan doen. Hoe gaan jullie het indelen? Exact weten we het nog niet, heel eerlijk. We zijn net begonnen met de architect. Dus ja, het is heel pril allemaal. Maar heel grof hebben we het idee om beneden de keuken te maken. Daarna een woonkamer, daarboven slaapkamers. En dat is eigenlijk grofweg even op dit moment dit. We doen het stap voor stap in feite. Maar de hoogte blijft wel hetzelfde? We vinden hem hoog zat. Ja, ik zou hem niet hoger maken. 29 meter die je moet vullen. Ja. En extra ramen, komen die erin? Wij denken, hopen dat het niet nodig is, dat er voldoende licht uiteindelijk binnenvalt. Maar ja, als er te weinig licht is, zal het misschien moeten. Maar we willen het niet. We willen hem exact houden zoals hij nu is. De essentie van uiteindelijk erfgoed hebben en houden is dat je er niks mee doet, maar dat je behoudt wat er is. Ja. Nou ja, aan de achterkant zou je het kunnen doen misschien. Wij overwegen om aan de achterkant, dat is de enige ontsluiting eventueel, om daar een achterdeur te maken, zeg maar, met een soort van bijkeukentje. Zodat je even daar je spullen kwijt. Praktisch oogpunt in feite, ja. En dan met het reservoir van 500.000 liter, blijft dat erin? Dan gaan jullie daar een zwembad maken? Ja, het reservoir blijft erin. Het is ook heel mooi gerestaureerd toen de hele toren gerestaureerd is. Is ook het reservoir gerestaureerd, dus het ziet er prachtig uit. Ja, het is heel groot. En het idee wat we hebben, en dat hebben we ook al bij andere watertorens gezien, is om daar aan de zijkant openingen in te maken, zodat je licht erin krijgt. En er dan een vloer in te leggen, zodat er een vlakke bodem in komt. En wat we daar dan uiteindelijk mee gaan doen, dat weten we nog niet. Maar we willen wel op die manier gewoon ontsluiten, dat je er goed in kunt en dat er mooi licht in komt. En dan maken we later wel plannen met wat dat precies wordt. Ja. Hoe reageren de kinderen? Eerst wat afwachtend. Van. Het oogt natuurlijk ook niet direct als een aantrekkelijk huis voor ze. Watertoren. Ja, maar we hebben ze wel steeds stukjes verteld. En zijn ook meegeweest naar de kijkdagen toen wij hier mochten komen kijken. Hoe vinden jullie het om in een watertoren te gaan wonen? Ik vind het heel leuk. Eerst had ik een beetje verwachting van, wat is het nou? En dat ging papa en mama heel geheimzinnig doen. En nu vind ik het wel heel leuk. Ja, gewoon net zo hetzelfde als mijn zus. Ja, eigenlijk hetzelfde, ja. En het is natuurlijk allemaal ronde muren. Denk je er al, fantaseer je er al over hoe je hem gaat indelen? Ja, rond bed, rond bureau, alles rond. Ik weet het niet. Jij weet het nog niet. Nou, dat is natuurlijk ook best wel moeilijk. Wat vinden jullie vriendjes ervan? Nou, ongeveer onze hele school weet het. En heel baan, want het is natuurlijk in de krant gekomen. En hoe vinden ze dat? Zijn ze een beetje jaloers op jou? Ja, een beetje jaloers. Ja, iedereen vindt het wel heel spannend en leuk. En ze willen allemaal een keer naar binnen en zo. Ja, jongens. Nou, ik hoop dat jullie hier met heel veel plezier gaan wonen. Ja, dankjewel. Nou, we wensen je heel erg veel succes en heel veel plezier in deze watertoren. Dankjewel. Ja, dankjewel.